Dit is winkelcentrum Woensel in Eindhoven. Overdag een komen en gaan van mensen en 's avonds uiteraard wat rustiger. En dan komen in dit café ook de mensen uit de buurt bij elkaar. Maar in de nacht van zondag 22 op maandag 23 juni staat er ineens een man met een pistool. En hij dwingt de klanten die dan buiten staan om onder bedreiging van zijn pistool weer naar binnen te gaan. En camera's uit de buurt hebben dit geregistreerd. Het is ongeveer 11:05 als er eerst gewoon wat mensen buiten staan. Let dan nu op de man met het bruine jek en de zwarte muts. Zodra hij aankomt verandert de sfeer. Hij zegt dat iedereen meteen naar binnen moet. Waarom is niet duidelijk. Als er niet meteen door de mensen wordt gereageerd, trekt hij een pistool. Het gaat om een blanke man van een jaar of 35, 45 met een wat tenger postuur. Hij draagt een zwarte muts en een bruin leren jek. De cafébezoekers proberen hem weg te jagen door kratten met lege flessen naar hem toe te gooien. En uiteindelijk gaat hij er ook vandoor. Waar hij gebleven is, is niet helemaal duidelijk. Wel weten we dat er rond het tijdstip dat het gebeurde, zo 12 uur 's nachts, een man is gezien met een zwarte muts en een C1000 boodschappentas. En die liep weg in de richting van de Rooseveltlaan en de Luxemburglaan. Zegt het u iets? Heeft u een vermoeden wie de man was die met het pistool heeft gedreigd bij ons kleine café bij winkelcentrum Woensel in Eindhoven? Als u zich iets herinnert, laat het ons dan weten. Via de tiplijn 0860 70. Zonder uw naam te zeggen iets doorgeven kan ook. Dan belt u 0800 7000.